Ik heb de parking nog nooit zo leeg gezien, man. Als ik hier met Halloween was, stond er hier zo fucking veel security. Nu niet. Met kerstmis boeit het niet, hè, als er een aanslag is. We kunnen helaas toch niet naar binnen. Nu dat we toch gezellig aan het wachten zijn, kunnen we even goed naar de fucking glijbanen kijken. Ze hebben een tolglijbaan, dan hebben ze daar een Master Blaster. Ik heb dus nu een Walibi abonnement. En mijn foto is daarnet getrokken, is fucking kut. Ik heb net fucking 1 uur gewacht, het is bijna 11 uur, dus we mogen binnen. De poorten gaan nu open. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Walibi België dat ze in de winter open doen. Ja, het ziet er gewoon scuffed uit, deze fucking krakers. Zullen we zo de derfen? Dat was awkward. Kerstmarkt in Walibi, be like. Het ziet er zo fucking weird uit. Het past totaal niet bij Walibi. Welkom op de pijnlijkste achtbaan van België, maar dan in Walibi winter. Let's go. Alright, let the pain begin, motherfuckers. Ah, fuck man. Oh my god. Oh. Ze hebben deze sectie ook weer geopend. Dat is waar dat festival shit aan hang was. En nu hebben ze hier een schaatsbaan gemaakt, I guess. Niemand gaat in de Dalton Tarot. Ik zit denk ik volgens mij als eerste in fucking Walibi Winter op de fucking Dalton Terror, man. En ik ga ook gewoon alleen naar boven. Het is eigenlijk wel fucking stressvol, man. Als ik dood ga, dan ga ik alleen dood. Dat is wel kut eigenlijk. Oké, ik val. Let's fucking go! Woo! Chers aventuriers et aventurières de la jungle, ja, met je fucking Frans. Kom dat ze blijkbaar vast. Dus ja, kut zo. De mensen zitten hier gewoon vast. Fucking sad, man. Freerend skills, motherfucker. Nog een keer freerend skills. Like a snake! Go. Let's fucking go! Woo! Lekker mezelf dik maken. Let's go. Dik. Oké, mensen, ik ben letterlijk net Ruben Koet tegengekomen. Fucking episch, man. Shoutout naar die guy. Ik weet wat de thumbnail gaat worden in ieder geval. Beetje ruw, maar de vampire is helaas niet open. Dus let's go. Oh, mijn hoofd, man. What the hell? Fucking pijnlijkste achtbaan van België.
een korte kutvlog. Normaal zou ik ook tot 's avonds blijven, maar ik moet helaas studeren. En ja, ik was basically verplicht om mijn abonnement te gaan halen, want ik heb hem met Black Friday gekocht. En je moest hem binnen een maand na aankoop halen. En om die reden ben ik eigenlijk kort in het park geweest. Want ja, ik ga ook niet helemaal naar Walibi gaan om dan uiteindelijk niet in het park te komen. Natuurlijk niet. Maar ja, daarom dat ik er niet 's avonds was. Shoutout naar Ruben. Het was echt heel leuk om hem eens tegen te komen in het echt. Ja, ik was vroeger als kind echt fan van zijn video's. Toen ik echt zo 12, 13, 14 jaar oud was.